De gemeente Rotterdam denkt dit jaar 13 miljoen euro meer aan parkeergeld op te halen in vergelijking met 2019, wat neerkomt op 120 miljoen euro. Hier in Kralingen stegen de tarieven met 40%. Maar wat vinden de mensen hier nou eigenlijk van? Ik wist het niet, dus dat is één. En punt twee, het is wel een extreme prijsstijging, maar ik parkeer hier heel kort altijd. Het is even een klein boodschapje, een paar minuten. Dus ik zal er niet zoveel last van hebben, denk ik. Dat is wel hoog. Dat wist ze niet? Nee, geen idee. Duur, hè, mevrouw? Wat? Ja, wat doe je? De slager. Het parkeren. De slager, hè? Parkeren. Redelijk. Ja, ik vind het behoorlijk aan de prijs komen, ja. Ja, dat vind ik echt belachelijk. Echt onacceptabel. Nou, u gaat hem nu hier neerzetten, maar dat gaat u wel kosten. Ja, ja, ja. Mevrouw, speciaal op de fiets gekomen omdat het zo duur is om te parkeren hier? Nee. Hoe duur zou het zijn om een uurtje hier te parkeren? Ik heb geen idee nu. 2,50. Ja, nou, dat valt nog mee. Wat vindt u meevallen? Ja, ja. Het loopt giet helemaal uit de klauwen hier. Dat is een prijs die ik wel vaker gehoord heb. Dus niet duur. U doet het er niet van in de broek, zie ik. Nee, nee, nee. Ja, ik denk dat dat ook het achterliggende idee is. Ja, dat ze mensen meertje de wijk uit willen hebben. Nou, niet de wijk uit. Het wordt te druk hier. Ja, nou, niet de wijk uit, maar op de fiets. En de wijk uit. En lopen, ook heel gezond. Dus sorry. Dus er moeten meer mensen uw voorbeeld volgen, begrijp ik? Nou, dat moeten ze zelf weten, maar ik vind het prettig om zo te doen. En goed voor de portemonnee. Ook dat. Okay. Veel plezier. En fietsen, hè? Ja.